Daarachter Final Magic. En Verglijd Rapida ligt vierde. Vijfde is El Nino. En die vijf moeten het gaan doen. Want hoe ver we ook kijken, er loopt verder helemaal niks meer in deze koers. Vijf paarden nog. En ze gaan de laatste bocht in. Leiding in handen van Divine Woldhoeven. En die pakt nu 1-2 lengte voorsprong. Divine Woldhoeven, galoppaarden van Final Magic. En dat is halverwege de laatste bocht. Paarden ronden die laatste bocht. Leiding in handen van Divine Woldhoeven. Komt ruim de bocht uit. Komt in het midden van de baan. En die andere paarden moeten er nu omheen. Of binnendoor. Dat binnendoor is misschien helemaal niet zo raar. Dat doet op dit moment Fleur Europoort. Aan de buitenzijde Everglide Rapida. El Nino zou wel harder willen. Maar kan niet harder. Want er is geen ruimte meer. Het is Everglide Rapida. Everglide Rapida wint. El Nino wordt tweede. Derde plaats. Fleur Europoort. En vierde. De 1 Divine Woldhoeven. En dan komt hij al aan, dames en heren, Bas Krebas. Gisteren was hij nog actief in Berlijn. Is hij dus midden in de nacht teruggekomen. Hij heeft misschien 2-3 uur geslapen. Hij voert altijd 's ochtends om 6 uur de paarden. En daarna ging hij aan het werk. En vandaag is hij hier in Jouren. Hij wint met Everglide Rapida. Paard is in het bezit van Hans Krebas. Dat is zijn neef. Vroeger ook bij hem gewerkt. Hij woont nu en werkt nu in Zweden. En de trainer en rijder Bas Krebas winnen de tijd 1:29.4. Een Friese stoeltjesklok voor Hans Krebas. Dat zal hij niet gedacht hebben in Zweden. Dat hij daar nog ooit eens een Friese stoeltjesklok zou ophangen. Gaat wel gebeuren. En ook één voor Bas Krebas. Bloemen worden overhandigd, dames en heren, door de sponsors. Belsma Jouren, Snijtechniek Jouren en Windfinanciers Adviseurspleis. En Bas gaat beginnen aan zijn herenronde, dames en heren. Een man die u al jaren kent in de sport. Begon ooit als broekie bij Tjitse Smeding. Dat is een bekende naam hier in Friesland. Maar inmiddels is hij zelfstandig trainer al jaren en hij heeft een topstal. 60 paarden op stal. Geeft u een applaus. Bas Krebas. Richting baan, ziet er mooi uit. De start is gevallen. In één keer goed, alle paarden ook goed weg. Niemand die zich bezondigt aan een galoppade. Rustige start van Fini Promise. Ligt laatste en zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Leiding was daar even voor Marco Spin met zijn nummer 1, maar hij is al gepasseerd. Want die had de wind in de rug, El Nino. Vernoemd naar de bekende orkaan die alleen maar schade heeft veroorzaakt. Maar deze El Nino, die zien we dan wel weer graag. Galoppade in de eerste bocht van de nummer 4. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Die is eruit. Ook de 9 maakt een galoppade, hebben die Twix en zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Paarden in de rechte lijn voor de tribune als ze de finish passeren, nog 2 ronden te gaan en El Nino leidt. El Nino aan de buitenzijde komt Final Magic ernaast. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Divine Woldhoeven en zo hebben we nog 2 ronden te gaan. Johnny Westerbrink neemt de leiding over met Final Magic. Final Magic leidt op de 2e plaats El Nino, 3e plaats Divine Woldhoeven. 4e is Fleur Europoort en daarachter op de 5e plaats volgt de favoriet en dat is Everglide Rapida. 6e Fini Promise en een paar lengte daarachter volgt Caroline Albers met Fernando. Aan de buitenzijde nu een aanval van Divine Woldhoeven, Marco Spin. Die jongen heeft vorm op dit moment en zo rijdt hij ook. Alsof hij eigenlijk geen tegenstand duldt. En hij vliegt ook zo door naar de kop met Divine Woldhoeven. En zo gaan de paarden de linkerbocht in. Divine Woldhoeven leidt nu, 2e plaats Final Magic. 3e is El Nino. Daarachter gaat nu Fleur Europoort naar het 2e spoor. Daarachter volgt Everglide Rapida. Dan Fini Promise, die springt nu weg in de bocht. En daarachter... Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. Ook een galoppade van de 5, Fernando, en die is eruit. Fini Promise ook een lange galoppade. Nummer 10, galop nummer 10. En ook Fini Promise eruit, en zo gaan we op weg naar de laatste ronde. Komt 3 dik aan de buitenzijde, de favoriet naar voren, Everglide Rapida. Maar aan de relingzijde leidt nog altijd Divine Woldhoeven. Divine Woldhoeven, dan Fleur Europoort. 3e spoor is voor Bas Krebas. Spoor wat niet zo vaak gebruikt wordt, maar Bas vindt dat niet erg. Helemaal aan de buitenkant, maar hij valt wel ietsje terug door die bocht. Aan de binnenzijde gaat naar voren Final Magic.
Ze gaan een paard op weg in de rechte lijn overzij. Dat doen ze voor de laatste keer. En de leider is nog altijd dezelfde, Divine Wolthoeven. Zo'n dijk van een verrassing als die er. Divine Wolthoeven op de tweede plaats. Aan de buitenzijde Fleur Europort. Daarachter Final Magic. En Verglijd Rapida ligt vierde. Vijfde is El Nino. En die vijf moeten het gaan doen. Want hoe ver we ook kijken, er loopt verder helemaal niks meer in deze koers. Vijf paarden nog. En ze gaan de laatste bocht in. Leiding in handen van Divine Wolthoeven. En die pakt nu 1-2 lengte voorsprong. Divine Wolthoeven, galoppaarden van Final Magic. En dat is halverwege de laatste bocht. Paarden ronden die laatste bocht. Leiding in handen van Divine Wolthoeven. Komt ruim de bocht uit. Komt in het midden van de baan. En die andere paarden moeten er nu omheen. Of binnendoor. Dat binnendoor is misschien helemaal niet zo raar. Dat doet op dit moment Fleur Europort. Aan de buitenzijde Everglide Rapida. El Nino zou wel harder willen. Maar kan niet harder. Want er is geen ruimte meer. Het is Everglide Rapida. Everglide Rapida wint. El Nino wordt tweede. Derde plaats. Fleur Europort. En vierde. De 1 Divine Wolthoeven.